Ja, ik ben Ellen Mannens en ik woon in Sjaarloos bij het Amelandseplein. En het afgelopen jaar heb ik een beetje ondergedoken gezeten in mijn huisje. Omdat ik een boek aan het schrijven was over de Europa Cup van Feyenoord. De allereerste Europa Cup die Feyenoord won. Want dat is namelijk binnenkort 50 jaar geleden, op 6 mei. Wat heb jij met Feyenoord? Feyenoord is de belangrijkste bijzaak in mijn leven. Nou, hoe lang ben je al bezig met Feyenoord? Nou, het leuke is dat ik dit jaar ook zelf een jubileum heb, want het is 25 jaar geleden dat ik voor het eerst naar de Kuip ben gegaan. En ik ben sinds, ik denk inmiddels zo'n 7 jaar ben ik actief voor de supportersvereniging van Feyenoord. Wat vind jij het mooiste van Feyenoord? Samenhorigheid. Ik heb samen met Robert van Brandwijk, dat is mijn collega-journalist, besloten dat we een boek moesten gaan schrijven over 50 jaar na de Europa Cup. Omdat ik erachter kwam dat heel veel spelers nog spullen hadden van vroeger, van de Europa Cup. Waarvan ik bang was dat ze misschien verloren zouden gaan als wij ze niet in een boek zouden gaan stoppen. Hoe hebben jullie dat gedaan? We zijn langs geweest bij spelers. We zijn langs geweest bij de tegenpartij, dus we zijn ook lekker door Europa gaan reizen. En wat kom je dan allemaal tegen? Ja, heel toffe dingen. Ik vind het allerleukste wat er in het boek staat, is gewoon een vodje, is gewoon een lapje stof. En dat is een stukje van een sjaal van AC Milan. Want de vrouw van trainer Ernst Happel, die heeft voor de wedstrijd tegen Milan, heeft zij de spelersvrouwen bij elkaar geroepen in de koffiekamer van Feyenoord. Toen heeft ze zo'n prachtig zijden sjaaltje van Milan heeft ze erbij gepakt en die heeft ze aan stukken geknipt. En iedere spelersvrouw die kreeg een stukje en dat zou dan geluk moeten brengen. Dat is goud. En soms kom je bij iemand en die heeft gewoon alles al weggegeven. We zijn door krantenarchieven gegaan, we zijn door persoonlijke archieven van mensen gegaan. Maar je kan gewoon dit boek lezen en dan weet je in één keer waarom Feyenoord nou eigenlijk zo'n onwijs succesvolle club is. En waar zeg maar dat karakter vandaan komt dat wij denken, hé, we kunnen nog steeds de beste worden. Want in deze tijd waren het ook gewoon maar 11 simpele jongens die er gewoon nog een baan naast hadden. Die het voor elkaar kregen om gewoon de grootste prijs van Europa te winnen. Is dit een originele? Ja, dat is een originele. Kijk maar naar de vlekken. Ja. Maar wat ik heel tof vind en wat ik dus uit Glasgow weer heb meegenomen, want Feyenoord speelde de finale tegen Celtic. Die hebben dus de krant die bij hun uitkwam op de dag van de wedstrijd. En dit heb ik dan weer gekregen van een fanatieke verzamelaar. Die had hem dubbel? Nee, die heeft hem nog geregeld voor me. Die heeft hem van een marktplaats afgehaald. Vanaf 2 mei ligt hij in de winkel en we zijn gaan samenwerken met Feyenoord, daar ben ik heel trots op, en met het AD. En je kunt hem dus ook bestellen in de webshop van het AD en dat is www.ad.nl/eerste. Omdat we voor altijd de eerste zijn. We wachten op wethouder Kasmi en hij gaat zo meteen het kunstwerk van Michiel Jansen onthullen. Het kunstwerk is speciaal eigenlijk gemaakt voor deze stadstuinen en in samenwerking met het CBK Rotterdam. We wilden eigenlijk met de poorten een mooi gebaar maken naar de stad. En eigenlijk zijn de poorten voor ons eigenlijk een soort verbinding tussen de stoere stad en de oase van rust en verwondering die hier groeit. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Saïd Kasmi, ik ben wethouder hier in Rotterdam en ik had vandaag het genoegen om deze prachtige poorten hier op de Rozenstraat in de tuin, Hartje Feyenoord, te mogen openen. De Rotterdamse munt bestaat al een tijdje, maar er is de afgelopen tijd keihard gewerkt om de tuin nog mooier te maken. En vandaag was dan het officiële moment dat ik de poorten van de kunstenaar van Michiel Jansen ook officieel heb mogen openen. En ik hoop echt van ganser harte,
straks na deze toch wel een beetje gekke tijden rondom corona, dat iedereen weer gewoon hier in de tuin kan genieten van al het moois wat groeit en bloeit. En dat mensen elkaar weer hier kunnen vinden. En dat niet alleen de plantjes gaan groeien, maar ook de mensen. Dank jullie wel. Gaat u de Koningsdag doorkomen? Nou, ik heb net een concert aan de andere kant van deze straat gezien. Peter, ja? Van een cello en een cello of een bas, dat weet ik niet zeker. En een viool. Ja? Die mensen wonen hierachter in de Kwakstraat. Dus daar heb ik een filmpje van gemaakt. Daar ga ik even naar ze brengen, dat filmpje. En een bedankje erbij, dat was een mooi concert. En voor de rest ga ik een beetje rondfietsen en kijken wat de mensen aan het doen zijn. Wat heeft u voor een boek daar, meneer? Wilhelmus. Er staan alle coupletten van Wilhelmus in. Alle coupletten? Ja, alle 15. Ja, want er wordt dadelijk gezongen, hè? Ja. 13? Nou, nee, ik kan er 3. 3? Het eerste, tweede en het zesde ken ik. Maar jullie zijn wel koningsgezind, volgens mij. Wij zijn heel koningsgezind, ja. Normaal gesproken waren we vandaag in Maastricht geweest. Ja? Ja. Oké. Okay. Kom jij er ook vandaan uit die buurt? Nee. Dat niet. Kom uit Breda. We hebben maximaal heel vaak ontmoet. En dan Alexander, Amalia, Beatrix. Oké. Okay. Handtekening ook? Nee, dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Wel heel vaak een hand. Wilhelmus van Nassau en ik van Duitsenbloed. Den vader. Getrouw blijf ik tot in den bloed. Een prins van Oranje ben ik vrij onverteerd. De koning van Spanje heb ik altijd. Hoe bijzonder is het dat het gelukt is om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen en zo de basis te leggen voor velen, door het hele land mee te kunnen zingen. Koningsdag thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek, omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis zal zijn. Leve de koning! Jibip, hoera! 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 Welkom in de digitale huiskamer. Dit is de eerste aflevering dat wij digitaal gaan koken. Omdat we nu in deze tijden niet meer bij elkaar kunnen komen, hebben we bedacht, we gaan gewoon jullie verrassen met gerechten van bewoners. De eerste bewoner is Gül Arslan. Ze heeft al eerder een kookworkshop gegeven in de huiskamer aardgasvrij. Op inductie, dat is voor veel mensen wennen. Ik ben mevrouw Kanatar Arslan. Ik woon 40 jaar hier in Zuidwijk, dus Zuidwijk Pendrecht. Maar je bent hier heel vaak, hè? Ik was daar kookles geven, de van Middelburg. Mm-hmm. En de naailes geven, ik was oudere adviseur, Charles Wezen, Zuiderkroon heb ik gewerkt. Dus je bent heel erg actief in de wijk? Altijd geweest. Ja. Wij gaan vandaag gerechten maken, tamboerenpilauwen en witte bonensalade. Ja, ze maakt lekker en dan ook voor de, als je iemand uitnodigt, is je net klaar. Nou, ik ben Lisa. Vandaag gaan we dus 2 Turkse gerechten koken. Ik heb nog nooit Turks gekookt, dus ik ben heel erg benieuwd. De eerste gerecht is een bonensalade en het tweede gerecht is een bulgur. Zeg ik het goed? Bulgur pilau.
Ja. Bulgur pilav. Ja. Zonder bulgur kan je niet pilav maken dus. Ja. Voor de bonensalade hebben we nodig bonen. Dat hebben wij gekocht bij onze Turkse buurman, de Usler Market. We hebben nodig eieren, zwarte peper, een vluchtje zeezout, paprika puree, peterselie, 2 uitjes, een schijfje citroen, 4 bosuitjes en een zakje pilak bulgur. Ja. Okay. En natuurlijk ook olie. We gaan nu dan de gerecht maken. De eerste gerecht wordt dan een bonensalade. En de bonen moeten gewassen worden, hè? Wil, maak je dit gerecht nou vaak voor je familie? Ja, dit is als er verjaardagen of gasten komen, dan wel extra dus. Zo. Volgens mij moeten wij nu de, eieren koken. Klopt. Klein beetje aan het maar tussendoortjes. Ja. De pan zet maar boter en dan eieren. Dan gaat je ook bulgur beginnen dus. Ja. Allebei tegelijk gaan een beetje. Dat kan ook, hè? Ja. Zoveel? Ja. Ik ga nu even de uitjes spruiten. Hebben we olie gedaan, toch? Ja, er zit de boter in. Bedoel ik, ja. Ja. Doe de bonen in de schaal met de bosui, peterselie. Mm-hmm. Ik ga de eieren erop snijden, Gül. Ik hoop dat komt. Gewoon in mooie maandjes of iets. Net als citroen heb je gedaan, toch? Ja. Ja? Lekker heet. Ja. Ja. We gaan nu een half zak bulgur erin gooien. Even zout. Dan moeten we goed roeren. En dan warm water. Bij de bulgur gaan we nu water in zetten. De water moet een beetje boven uitsteken. Ja, dat ja, is het. Hartstikke mooi. Ja. Okay. En de bulgur is volgens mij ook al klaar. We gaan de bulgur nu in een kommetje zetten. Jammer. Samen. Ja, dat is zachtjes, hè. Ja. En de boven kan ook een mint, hè, de bovenop. Alsjeblieft, ja, het moet met afstand. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Oké, ik doe 1 hapje dus. Oeh. Nou, toch ja. Super. Ja, echt waar. Yes. Ja. Ja. Maar dit is echt... Dit is echt professioneel hoor, echt waar.